Dit maakt deel uit van een lopend gerechtelijk onderzoek en ik las afgelopen week allerlei reconstructies van de feiten. Maar laat ons vooral... voor Gaza. Ik heb het woord Israël zien staan. Even onderbroken, verstoord eigenlijk door actievoerders die vanop de tribune, op de verdieping boven ons, een spandoek hebben proberen te ontrollen, foldertjes naar beneden hebben gegooid. En het zijn blijkbaar actievoerders die willen dat er een einde komt aan de oorlog in Gaza. Die onder meer roepen geen wapens voor Israël. Wat ze daarnaast ook allemaal roepen, kan ik op dit moment niet horen, want het gaat er redelijk luidruchtig aan toe en het blijft ook wel vrij lang duren. Meestal zijn de bodes van de Kamer, de veiligheidsmensen, daar vrij kordaat in, maar op dit moment duurt het nu toch al wel vrij lang en de zitting is op dit moment verstoord. Ik zag net N-VA-parlementslid Michael Freilich, een van de flyers die naar beneden is gegooid, kapot scheuren. Freilich is natuurlijk de lid van de Joodse gemeenschap. Op dit moment, ik kijk nog even achter mij, zijn de actievoerders van de tribune weggehaald. Het was wel even schrikken voor de parlementsleden dat het plots zo kwam opdagen. Maar nu lijkt de rust stilaan teruggekeerd.